Oké, scherp gesteld. I think I'm just, I don't know, Dutch or English vlogger. Oké, we gaan maar weer Nederlandse vlog doen, denk ik. Of, het is een tijdje terug. Ik denk eigenlijk dat dit zeg maar weer een losse vlog wordt na die van Mallorca. Dat ik toch best wel veel materiaal had en, nou ja, de laatste vlog was ook 30 minuten, dus volgens mij is dat ietsje beter. Eigenlijk ook wel de hele lange vlogs kijken, dus nou, maakt niet zoveel uit. Een tijdje terug dat ik gevlogd of gefilmd heb, of in ieder geval gepraat heb in de camera. En het is nu herfst en Stockholm. Ik heb alle seizoenen zeg maar wel wat vaker meegemaakt, maar ja, een herfst is toch wel heel gezellig. Dat was eerst mijn favoriet, maar nadat we terugkwamen van een beetje een late vakantie. Ik ga meestal sowieso wel vaak laat, maar nu ja, was het zeg maar in september dat we al gingen en dan al voor de herfstvakantie in principe. Dat is eigenlijk ook best wel gauw. Vond ik de zomer eigenlijk ook wel, begin ik ook wel leuk te vinden. Maar het is herfst nu in de stad en ook wel heel leuk en druk geweest. Maar ja, ook wel goede balans eigenlijk. Net een vlog net, volgens mij was het 2 dagen terug, heb ik de stelling gedaan voor het jaar collectief. Dus ik kijk heel erg naar uit. Het is voor de herfst, maar ook voor de winter eigenlijk. Dus dat wel een bekker en dan filmen, maar dat was ook wel, dat was een hele goede aankoop. Ik kan niet wachten om het te hebben en ik ben eigenlijk wel eens terug. Ik heb nog een heel klein beetje over van mijn favoriete Victoria Charlotte Tilbury. Eigenlijk tot nu toe niet zo heel vaak die worden op stuk gebruikt, maar komt wel goed, hoop ik. Dus ik zie jullie beneden. Ik ga even wat errands doen. Dus even wat dingetjes. Vanochtend wat mails gedaan. Administratie, heel soort dingetjes. En verder gaat het met House of Care ook goed. Jaar ook wel aan het plannen. Ik ga niet de hele tijd filmen, denk ik. Wanneer ik op pad ben, maar ik zal meenemen en beneden even mijn lookje laten zien. Sometimes. En ernstig ook. Dat is het ook weer in het Nederlands. Ik denk niet zo goed. Maar,
dresses. In class scarf. Knitwear. Big tape cap. My tea tote. And two paragraphs with these warm socks and coffee nugget. There's a war with me tonight. I try to stop it by escaping it. Zo, langer tijd terug. Ik vergat bijna om in het Nederlands te spreken. Maar we zijn al een tijdje terug. Ik heb volgens mij vooral losse beelden gefilmd van de stad en onderweg naar werk en andere dingetjes in de stad. Maar ik dacht, ik ga nu even filmen. Zeg maar de leukste dingetjes die ik zeg maar recentelijk heb gekocht. En vanochtend lekker thuis gewerkt. En ja. En ik draag praline van NYX. Daar heb ik wel eens vaker op gehad volgens mij. En ja. Dus vanochtend kreeg ik een pakketje van Rose. En ik vind het echt helemaal leuk hoe ze het hebben verpakt. Dus ik heb het gewoon een beetje gefilmd. En also goed. En ook goed voor de natuur. ja, heel erg leuk. Zat ook in dit. Hoe noem je dat ook weer? Een zakje. Zeker gaat bewaren. Het is handig om het erin te bewaren. Als je gaat reizen, maar ook gewoon voor thuis. Dan met het mooie kaartje. En ja, want ik had daar. Ik ben even naam kwijt van dit dingetje. Met een natuursteen. Het heet Soda Light. En ze hebben het ook in andere stenen of bij andere merkjes, bijvoorbeeld in Yaro of in Rose Quartz. Maar ik vond deze wel mooi. Niet specifiek zeg maar om het doel eigenlijk gekocht, want Soda Light staat dan voor creativiteit volgens mij. En
intuïtie en zelfkennis. En nou, wat ik vooral was tegengekomen, want ik heb echt van alles opgezocht qua massagetechnieken die je daarmee kunt gebruiken. Dus dat het ook heel verkoelend aanvoelt, zeg maar. En ik merkte gewoon een beetje aan mijn huid. Niet heel erg veel te nog niet te klagen over qua huid structuur. Maar ja, ik ben al 30, dus ik wil gewoon graag sowieso al toen ik ook in mijn 20 jaren was, toen wil ik gewoon goed voor mijn huid zorgen. En nu merk ik gewoon van ja, dat misschien af en toe, of misschien ook moet beginnen met andere soort producten en ingrediënten zo. En nou ja, vooral hier merkte ik, heb je dan zeg maar de kleine roller voor. Dus dan ben ik heel erg benieuwd. En vooral tijdens de herfst dacht ik, het stond heel lang op mijn lijstje, maar ik dacht vooral tijdens de herfst is wel heel erg fijn. Een beetje self-care, of nog meer self-care te doen. En ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik laat je ook wel weten wat ik ervan vind. Verder had ik ook deze setting powder. Nieuw. Echt super mooi. Doosje. Oh, ik heb zelfs nog een sticker op het spiegeltje. Maar ik denk als ik dat. Ik bedoel, als ik het niet nog een keer ga kopen. Waarschijnlijk wel, maar. Dan wil ik ook het spiegeltje bewaren. Zo mooi vind ik het. En. Ruikt ook heel lekker, niet heel onbelangrijk. Maar ik wil gewoon heel graag de Gucci producten uit. Of van Gucci BRT of de producten uitproberen. Dus vandaar dat ik setting powder ging proberen. Ik weet niet of ik het zie, maar het is heel erg mooi. En ruikt ook heel lekker. En dan heb je hieronder heb je nog een. Een sponsje. En ja, ik heb het nog niet heel vaak gebruikt, maar intentie was gewoon matte poeder. Ik heb nummer 2. En dat is natuurlijk ik heb nog steeds de setting powder van Elf, die ik zeg maar door de week eigenlijk ook wel veel gebruik. Maar over het algemeen ben ik er, denk ik wel, weet ik wel zeker wat een goed product is. En anders dan dat ik jullie ook nog wel weten wat ik ervan vind. Maar ja, het was wel tijd voor een goede setting powder. Ik ben sowieso niet echt iemand die heel vaak zeg maar make-up tussendoor even aanpast of zo. Behalve misschien lip. Dus goede setting powder of foundation is in mijn geval wel belangrijk. Een andere leuke aankoop die ik had was mijn vintage Burberry coat of jas. En hij is wel wat zwaarder dan mijn Zara trenchcoat. Maar eigenlijk heb ik vooral trenchcoat gedragen tot nu. Zeg maar naar de, tijdens de herfst. En ik ben eigenlijk ook wel van plan om zeg maar beide jassen wel te dragen tijdens de winter. Maar ja, ik denk dat ik waarschijnlijk toch nog wel een andere jas erbij ga als het echt heel koud is. Maar ik vind het wel een goede optie hier om heel veel, gewoon met heel veel lagen te werken. Dus op te werken. Heel veel lagen te gaan dragen deze herfst. En ja, als het niet te koud is buiten, zeg maar. Dus dan waarschijnlijk, of, ik ben verder nog op zoek zeg maar naar een soort van tussenjas. Of ik weet niet precies hoe dat heet. Een goede stof. Die je zeg maar onder een trenchcoat of mijn nieuwe jas kan dragen. Zodat het toch nog warm is. En ja, je eigenlijk zeg maar die jassen nog steeds kunt dragen tijdens de winter.
zal hem nog wel een keer laten zien beneden of met een outfit of zo. Maar ja, ik heb voor rood gekozen. Omdat ik eigenlijk ook al een beige trench coat al had. Zo'n vintage. En ik had hem via Vestiaire Collectief. En ik had daarbij ook nog gekozen, zeg maar, voor een extra check. Dus dat het zeker weten een vintage versie is. En ik vond eigenlijk ook wel de binnenkant heel erg leuk. En ik heb gekozen voor oversized. Het is een maatje groter. En hij is korter dan mijn trenchcoat. Maar ja, nog steeds vrij lang. En ik ga sowieso vaak aan doen deze winter en herfst. En wie weet het ook nog zelfs. Maar nog op zoek naar een goede, zeg maar, jassieker of een vest of gewoon van een goede stof die ik eronder kan dragen. Ja. En dit weekend was het Halloween. Morgen ga ik een workout doen. Dit weekend niet gedaan. En veel met House of Kay aan de slag. Maar dat vind ik leuk, dus ik maak niet zo uit. Friday today, half past 11 something, and I'm going to have a day off today and going out in the city actually. wearing padding and my ex again, and I've been trying out the rose like skin warmer and the don't know what the name is, but this tone. I'd say we're happy with these products, and especially this one, to be honest. Been doing this almost like twice a day before morning or evening before bed, and it's next to that, so you know, self-care, I really feel or can see that it's really working and that's good for my skin. And sometimes I just do it once a day, but yeah, I think until now, since I received it, like I just have been using it at least once a day. Very happy with it. So, I'll see you downstairs. Wearing my vintage Burberry coat today with some leggings and old Reeboks because I'm going to walk great lots, and yeah, just have a good day.
Vanochtend ik herinner me opeens dat ik dus vanochtend deze vlog begon in het Engels. Dus dat is een beetje het nadeel van niet alles vloggen waarschijnlijk. Dat ik dan elke keer weer mezelf moet herinneren dat ik in het Nederlands ga vloggen deze keer. Maar ik ben net thuis. Een beetje koffie aan het drinken. En ja, ik heb. Ik noem dat altijd een half rondje stad. En eigenlijk is Stockholm niet zo super groot. Maar of het, ja, ik weet niet. Het is wel niet echt groot. Ik woon ook wel in het centrum, maar. En vooral bij Muji en Uniqlo heb ik iets gekocht. Of heb ik dingetjes gekocht. Eigenlijk precies wat ik nodig had op mijn verlanglijstje. Ik was nog wel een beetje aan het rondkijken, maar ja, ik had niet echt veel andere dingen nodig. Ik ga nog wel online iets kopen, maar ik twijfel nog of ik dat bij de Zara of H&M ga halen. En ik weet het niet. Ik was wel een aantal winkels geweest, maar ik dacht dat het wat handiger was om dat gewoon online te bestellen. En dan kan ik het gewoon in de winkel ophalen. Kijken. Muji. Of dat was eigenlijk de laatste winkel. Hier in het groot warenhuis heb je een Muji store. En ik heb voor dit jaar ook weer een Muji primer gekocht. Deze keer niet de transparante, maar toch de rode vond ik wel leuk voor dit jaar. Of volgend jaar. Of nee, ik kan hem al volgende maand gebruiken. Dat klopt ook wel, want die andere die loopt al af. Hier staan ook alle data al in. Terwijl anders dan die andere. En ik heb de B6 gekocht. Eigenlijk een beetje gek. Ik dacht dat B6. Ik raakte altijd heel erg van in de war. Maar ik dacht dat B6 zeg maar nog. Zeg maar een soort van. Ja, A4. Dat is eigenlijk. Grootte. Dus ik dacht dat B6 groter zou zijn dan die andere. Een heel logisch verhaal. Maar toen dacht ik. Toen zag ik die andere die dan ietsje groter is. Maar toen had ik uiteindelijk voor deze gekozen. Terwijl ik dacht dat het eigenlijk heel groot zou zijn. Maar goed. Ja. Heel blij mee. En wat ik heel handig vind. Is je hebt hier dan alle maanden. Zeg maar nog een keer. Heel overzichtelijk. En redelijk nog steeds veel ruimte. Per dag. En dan kan je hier allemaal aantekeningen maken. Ik heb sowieso altijd heel veel memo's en aantekeningen in allerlei schriftjes. Maar vooral voor House of K. Als er iets opkomt. Maar dus ik heb die extra bladzijde. Is altijd wel heel erg handig. Verder nog deze kaars. Oh, hij heeft er wat handig. En ik had al. Volgens mij was het echt een jaar geleden. Vorig jaar had ik ook een Muji kaars gekocht. Ik weet even niet meer welke dat was. Ik heb bewaard. Of het tinnen dingetje. En deze keer voor sandalwood.
mooi kleurtje. Ik twijfel tussen Elderflower en Sandalwood. Maar ik vond deze wel een beetje kruidig en warm. Wel fijn voor in de herfst. En ja, ik wil eigenlijk nog een nieuwe kaars. Dus mag ik daar niet. Verder nog, wat ik al eerder zei. Ik zit de hele tijd te kijken, maar dit is echt, dat is wel echt blauw. Zeg maar in het licht kun je wel zien dat het echt heel donker blauw is. Ik wilde graag een navy fleece oversized vest voor onder mijn, zodat ik mijn trenchcoat en mijn Burberry jas ook nog steeds in de winter kan doen. Maar ik moet zeggen, ik vond het is nog steeds bovenil in Zweden, maar ik vond of Stockholm. Maar ja, ik weet niet of ik komt omdat ik veel of heel dat heb gelopen, maar ik vond dit echt nog steeds warm met Burberry coat. Ik heb sowieso niet heel snel koud. Wel vervelend, want maar ja, dus dit en ik heb zeg maar expres oversized gekocht. Ik had L gepast omdat ik hem zeg maar ook over mijn trui en zo wil doen. Maar toen ik de XL geprobeerd had, ik het iets. Ja, dat was precies waar ik naar zocht eigenlijk. Het is wel iets langer over mijn benen. Kortje benen eigenlijk wel een soort van in. Maar ja, aan de andere kant vind ik het ook wel, omdat ik best wel vaak leggings draag. Het is eigenlijk wel handig. Of tenminste, vind ik meestal. Dus ja, heel erg blij met alles. Ik ga nog even nadenken, denk ik, dat weekend bestellen. Dus ik heb echt wel weer zin om er een beetje op uit te gaan. En eventjes, misschien even niet, dat is oké. Maar dat is altijd moeilijk te zeggen. Soms krijg je zomaar inspiratie of dan. En ik ben ook bezig zeg maar met de nieuwe editie en ook alle andere dingetjes. En, maar ik was hier om zo uit te gaan en ik wil films kijken vanavond. En ik denk, ik had zin in een spinazie en broccoli lasagne met kip. Dus ja, ik ga vanavond eten. Quiet, I suck in, sit down, but I don't fit out.
you close? Was your mind that I wanna know? A penny for your thoughts. I wanna know what's inside that heart of yours. Ooh, I feel paper thin. Het is een maandagochtend ongeveer. Het is eigenlijk naar 12 al. En ik wilde gewoon snel even mijn outfit laten zien. Ik had vorige week ook aan. Maar vandaag met Lovers. In plaats van mijn oude Reeboks. En een oude opa trui. En even kijken. De Uniqlo trenchcoat en een witte broek. Loafers en mijn simpele jeans. Ik ga even een pakketje ophalen. En vanavond of straks nog wat verhuisverkeer doen en werken. En ja, ik heb zo lekker muziek in mijn oren en lekker naar het winkelcentrum. En even een frisse neus ophalen. Oh ja, deze kettingjes zijn van Weekday. Dus ik heb het nog niet een keer eerder over heb gehad. Zo, klaar. Sometimes I think about myself. I wish I was somewhere else, far from my feet. Weer terug. Ik zal zien wat ik eerder besteld heb. Eigenlijk wel weer een hele lange tijd terug dat ik iets besteld had bij H&M. Zeg maar. Ik kan het nu niet goed zien. Maar ik zal wel een leuke foto maken hiermee. Maar het is een beetje een soort van sportachtig. Ik kan even niet op de naam komen. Maar een soort van stof. Legging volgens mij wel met wijde pijpen. Ik denk eigenlijk wel dat het juist je lengte is. Ook qua beenlengte. Maar misschien heb je het wel vaker gezien. Maar dan van die. Zodat je het zeg maar kunt omwikkelen. En ik twijfelde heel erg tussen eentje van de Zara of van haar nemen. Maar ik heb eerst maar deze gekocht. Ook omdat die meer bandjes. Of je kon hem zeg maar meer. Hoe noem je dat? Deze kan je zeg maar meer vaak omwikkelen. Dus vandaar dat ik deze eigenlijk leuker vond dan die van de Zara. Van de Zara waarschijnlijk kwalitatief iets beter. Maar ik dacht het is toch een trendy stuk eigenlijk. Ik weet niet hoe lang dit leuk blijft, maar ik wil het eigenlijk wel heel graag. Dus. En ja, ik denk eigenlijk dat ik hem ga combineren met iets eronder en ook zonder iets. Maar wel classy. Dus sexy maar classy. En waarschijnlijk met een van House of K blazers ofzo. Ik denk dat het eigenlijk wel heel leuk kan staan. Dus. Here anxiety far from my weakness. I could be gone, gone. But I'm just afraid. I refuse to fix the problem. And I think I can carry on. You can lie, you can try. But you'd like to leave this feeling. We've got to breathe, to dig, to leave the life we are dreaming. Could go wrong, wrong, but I'm just a nest.
You must be lonely, but you could be crazy if you keep looking down. Don't you cry no more. Even if I hate my no life. More. Even if I want the one more, you're here to join me. Tears is in my eyes. Skills I'm